Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. Het is zaterdagmorgen. En wij zijn onderweg naar Akrum. We gaan naar de boot. We gaan niet varen, maar we gaan even een beetje klussen. Een beetje schoonmaken, want het is nu een stuk koeler. Dus beter te doen natuurlijk. Verder keer met die hitte van 35 graden. Dan ga je niet lopen stofzuigen en alles. En hij is echt vies. En Christy moet nog even ergens een stripje plaatsen. En dat gaan we nu even doen. Romke is ook mee. Romke, mijn schat. En we hebben de toeristische route, want we waren eigenlijk een beetje vergeten dat een deel van de weg is opgebroken of afgezet. Dan gaan ze volgens mij met de bermen bezig. Dus we rijden nou over die kleine dorpjes. We gaan nu over Tersol. We hebben Sibrandaboeren al gehad. En dat is ook wel eens even leuk. En jullie gaan gezellig mee. Is open. Dus dat moeten we verwachten. Het is heel grappig. Zit je hier in de auto, je ziet mensen op de fiets, je ziet mensen met auto's voor je. En stappen dan wel eens even mensen uit, want dat best wel even lang duurt altijd zo'n brug. Dan zitten we te kijken en denken, oh, die meneer doet vast dat en dat voor beroep. Die mevrouw heeft vast dat en dat bedrijf. Of ja, je kan wel helemaal mis zitten. Maar soms zie je het gewoon aan mensen wat ze doen in het dagelijks leven. Wat zouden ze van ons denken? Kachelpijp. Kachelpijp. Ja. En toen hadden we weer een brug. Deze van Akrum. Ja, daar gaan we zelf ook altijd doorheen. Dus daar moeten we begrip voor hebben. Romke? Hé? Waar zijn wij? Waar zijn wij dan? Zo, nou, op de boot. En Chris is weer even terug, of niet terug. Die is even naar het winkeltje hier in Akrum. IJzerboordjes halen, want die is hij vergeten. Hij heeft IJzerboordjes nodig. En ik zal eens even de stofzuiger aanzetten, want het is hier ja, heel vies. Schat, hè, het wordt een beetje nat hier binnen. Ik zal hem even dicht doen. En het begint te gieten. Toch nog iets juist van de weersvoorspellingen. Chris treft het niet. Hij zit natuurlijk waarschijnlijk nu nog in de auto. Maar... A few moments later. Wij zijn in Burdaard, want wij zijn hier bij een bedrijf geweest, want we willen een nieuwe voordeur. Maar dit is ook een heel leuk dorpje. Daar gaan we eens even doorheen lopen. Hier is een haven. Dat vinden wij natuurlijk altijd leuk. Nou, ik laat Romke nog even uit hier op zo'n paadje. Prachtig mooi dorp hier. Het is een beetje buiten het centrum, maar de auto staat nog bij het
deurenbedrijf. Die sluit om 3:30. En zegt Chris, ik ga wel even met Romke lopen. Dan haal jij die auto dan maar vast weg. Maar deze druif die wil natuurlijk niet doorlopen omdat Paasje er nou niet bij is. Ga eens even poepje doen, schat. Het is gelukkig droog. Schitterend mooi dorp, mooie molen. Goedemorgen, het is zondag. En ik zit in de auto. En Chris die gaat nu even naar zijn moeder. Die haalt haar even op, want wij zullen naar Chris' broer toe. Dan gaan we naar afloop. Gaan we bij Celine eten, want dat is vlakbij. En Celine heeft Romke al meegenomen. Die was vanmorgen hier om schoon te maken. En die heeft Romke alvast mee. Dus dan kunnen wij, dan is Romke niet alleen en dan kunnen we mooi met z'n allen weer terugrijden met Romke erbij. Hij is nu naar binnen en het regent alweer. Een beetje brak, want we waren gisteren bij vrienden en dat werd wat laat. En ik was toch ergens weer heel vroeg wakker. En toen ben ik later toch nog weer even naar bed gegaan en dan word je dan niet fitter van op een of andere manier. Dus ik heb mijn kleren en mijn make-upje nog maar net aan. Dus nou, daar komen ze aan hoor. Oh god, oh god. Het gaat niet zo hard, het is 90. Zo, wij zitten weer in de auto. Weer op dezelfde plaats waar ik geëindigd was. Chris brengt zijn moeder weer naar binnen. Romke is weer mee terug. Romke, ja. We hebben een gezellige middag gehad. We zijn allebei kapot nu, want het was vannacht ook best wel laat. Of vroeg, hoe je het maar bekijkt. Oh, Romke. Tandenpoetsen, schat. Nou. We zijn bij Celine nog geweest, heb ik niet meer gefilmd. Hebben we patat gegeten. Ik had sla meegenomen met tomaatjes. Dat hebben we erbij gegeten. En dan gaan we lekker naar huis. Het is 8:00. Ik wil lang uit op de bank. Nog eventjes. Echt kapot. Ja. En het is maandag vandaag. Welkom bij een nieuwe dag. Ik heb het regenjasje aan. Maar het is net weer droog. Ik had al hele dikke buien gehad onderweg met de auto toen ik uit het werk kwam. Dus ik denk ik doe het regenpak aan, maar het hoeft niet. Eigenlijk. Heel veel bootjes zie ik nog voorbij komen. Hier achter mij. Vaart een boot. Er liggen boten hier in op de Marrekrietenplaats. Hier vlak achter. Dus er zijn nog een hoop mensen die nog vakantie hebben. Maar die treffen het niet nou. Harde wind. Beste buien vannacht ook. Maar ik ben nu even lekker aan het lopen met Romke. Eens kijken of hij een beetje verder weg wil. Hij moet afvallen. En vrouwtje moet ook afvallen. Ja, 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 ja. Zelfs het zonnetje probeert het een beetje. Nou. Hoe lekker is dat? Het is ook niet koud. Lekker temperatuurtje. Ik heb echt zin in lange wandelingen om dat weer een beetje op te bouwen. Net ook iemand heel optimistisch achter mij in een t-shirtje, korte broek, maar die is weer teruggegaan. Die had net die bui. Het is woensdag vandaag. Ik ben alweer thuis. Het is stormachtig. Ik hoor op de radio allemaal van dingen die stuk zijn gewaaid. En heel veel schade. En hier viel het wel mee. Het was allemaal zo hectisch op de zaak. Allemaal van die onverwachte dingen. En altijd als ik
hakken aan heb en witte kleren, moet ik in het magazijn zijn. Nou, dan ziet zo'n witte blouse er natuurlijk niet uit als je met mappen naar beneden loopt. En het is een heel eng trappetje. Dan moet ik naar boven, naar de zolder. Dat is een hele enge trap. En dan hou ik die mappen zo tegen me aan. Maar ja, dan heb je een witte blouse aan en dan ziet dat er niet meer uit natuurlijk. Had ik al laten zien dat ik nieuwe gordijntjes heb? Ik het niet, hè? Kijk! Deze heb ik. Overal. En er. Zo, hele goede middag. Het is vandaag donderdag. Ik film dit met mijn mobiel, want volgens mij is er iets niet goed met mijn camera. Ik was gisteren een uur met Romke wezen lopen. Mooie beelden gemaakt. En ik zou het vanaf mijn camera op de iPad zetten. En het stikje wat erin zat, dat stop ik dan altijd in zo'n verloopstekkertje speciaal voor de iPad. En dan kan ik altijd zo de foto's overzetten, zo doe ik het altijd. En dat lukt er niet. Als ik het op mijn camera bekijk, dan staat het allemaal er gewoon op, het materiaal. Maar ik krijg het er niet van af. En het is ook niet beschermd tegen overschrijven. Dat dacht ik eerst. Denk ik, oh, die knop staat om, maar dat is het ook niet. En ik had in de vakantie al een paar keer dat wanneer ik filmpjes had overgezet van mijn camera naar de iPad. En ik ging later die geheugenkaart weer gebruiken. Dat na 1 of 2 filmpjes dat hij aangaf dat hij vol was. Dus dat klopt niet. Dus ergens wordt mijn geheugenkaart op een of andere manier beschadigd door mijn camera, vermoed ik. En dat is niet zo leuk natuurlijk, want ik durf nou niet meer te filmen met mijn camera. Ik kan wel gaan filmen. Maar als ik mijn beelden niet kan bewerken, schiet ik er natuurlijk niks mee op. Dus ik ben nou weer even met de mobiel aan het filmen. Ik ben nou al 2 dagen achter elkaar wat verder aan het lopen met Romke. Wel een uur aan het wandelen tussen de middag. Kijk, vroeger deed hij dat met gemak, soms wel 2 uur. Maar het is nu, wordt het wat minder. Normaal loop ik dan tot dat boompje. De vorige keer ben ik zelfs nog een stukje verder gegaan. Nou, en gisteren ben ik de andere kant het dorp uitgelopen. En was hij halverwege ook een beetje aan het protesteren. Maar we hebben de tocht volbracht. We zijn gewoon doorgelopen. En nu gaat het hele lijf in de ankers. Hoi lieve mensen, het is alweer vrijdag. Ik weet niet wat dit geworden is, deze vlog, want ik heb heel veel beelden die zijn verloren gegaan doordat mijn camera, of het SD-kaartje wat in mijn camera zat, ineens de beelden niet wilde overzetten op mijn iPad. Toen heb ik het kaartje moeten formateren, ja, dan ben je natuurlijk de beelden kwijt. Maar, als het goed is, doet hij het nu wel weer, deze geheugenkaart die er nu in zit wel, dat heb ik al uitgeprobeerd. Dus het is van alles wat en van alles net niet niks. Dus ik ga de vlog maar afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan door middel van die rode knop hier beneden. Is helemaal gratis. Of je drukt even op mijn hoofd op het eindscherm. Dat kan ook. En dan wens ik iedereen een heel fijn weekend. En graag tot de volgende vlog. Doei doei.